kijken naar een nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag maandag, nu weer een nieuwe week. Maar vandaag een aparte vlog. Ik ga deze de rest van de week natuurlijk wel weken vloggen, maar vandaag een aparte video. Want het is nu voor mij maandag en ik heb morgen een afspraak staan bij de kringloopwinkel. Omdat ik echt heel veel jassen en schoenen, dat soort dingen heb, die ik gewoon niet meer draag. Het ligt daar, dat ga ik zo meteen niks opvouwen en in tassen doen. Die ga ik morgen brengen. Maar ik heb ook een afspraak gemaakt omdat ik daar gewoon eventjes wil kijken. Ik vind het leuk om in kringloopwinkels rond te struinen. Omdat je daar best hele goedkope en echt hele goede items kan vinden. Van alles. Spullen voor je kamer tot kleding, accessoires, boeken, dat soort dingen. Dus ik ga morgen kijken in de kringloopwinkel. Ik ga lekker overal rondneuzen. Ik ga samen met mijn opa daarheen. En we gaan morgen gewoon lekker rondneuzen. Maar ik dacht, ik ga jullie eerst eventjes vertellen dat ik er dus heen ga. En dat ik dat morgen meeneem. Het worden waarschijnlijk 2 vuilniszakken. Ik heb in totaal 6 jassen erin. Een aantal truien en shirts en broeken en zo die ik niet meer draag. Of te klein zijn, merendeel. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paar schoenen. Waaronder 2 paar fila's die gewoon te klein zijn en die ik gewoon niet pas. Dat is super zonde. Dus ook die gaan die kant op morgen. Wel zonde, maar ja, doen we niks aan. Ik heb trouwens een kopje koffie. Ik heb vandaag ik heb niet gevlogd, maar super leuk om wel even te vertellen. Ik heb vandaag mijn allereerste meeloopdag gehad in zorginstelling Aafje, waar ik voor gesolliciteerd heb. Het was super leuk vandaag, super goed en ze willen me graag hebben. Dus ik heb nog niks officieel getekend, maar ze willen me wel hebben. En ik ben dus wel al zonder het papieren nog te tekenen aangenomen daar. Dus ja, mijn toekomstige bedrijf. Heel erg tof. Het is me goed bevallen vandaag. Het is wel echt een rommeltje binnen, het is heel erg zoeken. Maar dat wijst uiteindelijk lekker voor zich. Het beviel mij heel goed, hun bevielen mij heel goed, andersom. Ik ben heel erg blij daarover. Dus dat is eigenlijk ook wel een leuk puntje vandaag. Dus dat heb ik vandaag gedaan. Dan ben ik even naar zijn plein geweest om schoenen te halen van mijn moeder. En verder niet zo heel veel. Ik heb nu lekker een topje aan en een joggingsbroek. En ik ben lekker die spullen aan het uitzoeken geweest. Mijn kast is nu ook weer lekker opgeruimd. Dus dat is helemaal top. Maar we gaan morgenochtend om 9 uur naar de kringloopwinkel. Ik heb er wel echt super veel zin. Ik vind het gewoon leuk om daar gewoon lekker heen te gaan, rond te neuzen. Je hebt een uur de tijd. Dus dat is op zich nog best wel lang. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt heel erg... Ik heb trouwens een nieuwe achtergrond. Lucia Marie heeft deze geplaatst. Van koffie. Ik vind hem super tof. En ik heb trouwens zo'n 360 graden hoesje aangeschaft. Dat werkt gewoon veel, veel, veel fijner. En deze is... ik weet niet. Het is een soort... Normaal worden dingen... Die voorkant is heel erg vies en mat. En dan zie je niks meer erdoor. Maar deze heeft een soort laagje erop waardoor je hem af kan doen. Dus dat is heel erg fijn. En ik vond 5 euro in mijn jas daarnet. Een jas die ik dus weg wil doen. En ik ga even die zakken controleren. En toen zat daar gewoon 5 euro in. Hoe tof. Er zat gewoon 5 euro in. Nou ja, die gaan we morgen uitgeven bij de kringloopwinkel. Ik heb nog niet echt een doel in wat voor dingen ik wil gaan halen. Maar ik wil wel gewoon even rondkijken wat ze hebben en of ze leuke dingen hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Goed, goedemorgen jongens en meisjes. Ik ben inmiddels aangekleed en wel. Ik heb vandaag mijn rode trui aan. Een spijkerjasje. Mijn camera focus heel erg slecht de laatste tijd. Misschien doet hij het zo wat beter. Ik heb een zwart spijkerjasje aan, een rode trui, zwarte broek en... Mijn Puma's. Een beetje make-up opgedaan. Drink ondertussen nog lekker mijn kopje koffie op. Mijn moeder, de vriendin, die woont in de buurt van het kringloopwinkel waar ik vandaag heen ga. En die appte dus van joh, ga je alleen? Want anders kan je een bakje komen doen. Ik ga niet alleen, maar ik kan wel een bakje komen doen. Maar ik ga met mijn opa, dat vind ik zo zielig dan. Dus ik ga het morgen een bakje doen. Maar goed, mijn opa komt aanrijden, zie ik. Let's go. Dat is waar. Leuk hoor.
Goedemiddag. Sorry, maar jongens en meisjes, we zijn inmiddels 4 dagen verder. Ik heb na de kringloop niet meer gefilmd. Ik heb wel allemaal leuke dingetjes gehaald, waaronder dus die koffiepotjes en zo die jullie hebben gezien. Maar ik heb dus niks meer gefilmd. Sorry, dat was niet de bedoeling. Maar ja, we gaan nu wel gewoon lekker door met de vlog. Het is vandaag vrijdag. Er komt vandaag iemand voor de zonnepanelen. Even voor onze toekomstige zonnepanelen kijken of het mogelijk is. Maar ik ben net wakker. Het is best wel vroeg nog. Het is namelijk 7 uur. En ik ga even wat drinken. En daarna koffie zetten, koffietje drinken. En dan mijn moeder boven helpen. Want alles op zolder moet aan de kant van het erkertje. Want de mensen moeten erbij vandaag. En het staat daar vol met spullen. Dus dat gaan we even weghalen vandaag. En de camera is trouwens leeg. Die ga ik straks opladen. Dat heb ik serieus na de vakantie niet meer gedaan. Ik moet zeggen, hij had er nog lang voor. Maar goed. Tijd voor wat sap, mijn medicijnen en een kopje koffie. En dan mijn moeder is aan het stofzuigen. Dus daarna ga ik, als ze klaar is, ga ik haar weer verder helpen. Goed. Ik ga de vlog eindigen en lekker de camera opladen en een nieuwe vlog starten. Dus ik ga het toch ook gelijk editen. Ik bedoel, voor het kijken, doe een blauwtje omhoog. En ik zie je heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg! Dat is een beetje een rare vlog.